hebben zo ongelooflijk veel gedupeerden gesproken die zich bij ons gemeld hebben omdat ze daar een hondje hebben gekocht. En dat hondje dat blijkt dan doodziek te zijn, veel te jong, de registratie van de honden niet op orde. Nou ja, alles wat je zou moeten doen, dat klopt daar niet. En nu heeft hij in Wijchen dus zijn praktijken kunnen continueren. Tijdens de COVID-periode, zoals mensen die kennen, is de handel helemaal geëxplodeerd, zou ik het zelfs willen noemen. Er is daar een puppy-kennel. Hij moet weg. Er vinden activiteiten plaats die daar niet gewenst en niet geoorloofd zijn. En dus krijgt hij een brief dat de handhavers zullen optreden.